Ik ben Luc Vertommen, dirigent van Brassband Buizingen, een van de bands in de hoogste afdeling op dit kampioenschap. Als u mij de vraag stelt hoe lang ik dat doe, ik heb in het heenrijden naar Heist op den Berg even nagedacht, samen met mijn echtgenote. Ik denk dat het ongeveer de 35ste keer is op het podium, niet 35 keer als dirigent. Ik ben nog niet zo gezegend van leeftijd, maar heel dikwijls als muzikant en ik denk de laatste 23 jaar als dirigent. Voor de keuzewerken zorgt eigenlijk de dirigent. Hij kent het orkest het beste. Het is de bedoeling, in de voormiddag spelen we een verplicht werk. Dus elke band speelt hetzelfde. In de namiddag is het de bedoeling dat je toch laat horen wat de sterke punten zijn van je band en die je zo uitspelen om zo tot het eindresultaat te komen. Het is altijd een zaak als je voor een brassband staat, denk ik. Meer dan welke andere orkestvorm. Het is een enorm compact orkest. Maar dat een enorm samenhangende en pakkende klank kan brengen en heel veel kracht. Dus de zaak is als dirigent om daar even buiten te treden, hoofd koel te houden en te zorgen dat die noten die op papier staan zo keurig mogelijk, zo mooi mogelijk de zaal ingeraken.
Thank you.